Rijn, waar we samen één mee zijn. Op oost en west en noord en zuid zingen wij geel en zwart vooruit. En we strijden voor de volle winst, gooien alle remmen los. En we zingen voor Vitesse en hun trots. Vitesse, Vitesse, zijn de kleuren geel en zwart. Het zit in onze natuur. Een scherpe blik voor iedereen. Wij leveren kijkcomfort met maatwerkglazen van Essilor. Maar wij gaan verder dan dat. Daarom ondersteunen wij de voedselbank. En wij werken samen met Emeva, brillen voor kinderen in Afrika. Polman op de chance, natuurlijk! Goedenavond, we gaan weer loten vandaag. We gaan weer twee mensen blij maken met een zonnebril en met een gratis APK. Eerst even over de afgelopen wedstrijd. We speelden tegen Feyenoord thuis. Eerste helft, Vitesse weer ondermaats. Feyenoord ook af en toe afwachten, maar wel de meeste kansen. Tweede helft was Vitesse de bovenliggende partij. Dus ik denk dat een gelijk spelletje op zijn plek was. Dus ik heb me prima vermaakt. Door Polman op de chance kon ik terecht op de business tribune. Dat was een unieke ervaring. En ja, ik heb nu al zo'n beetje elke plek in het Gelderdoom gezeten. Dus hartstikke mooi. Goedenavond, Hans Polman. Trouwens een winnaar die ook, of een winnaar, een loodje die ook Hans Polman heet. Maar dat is dan niet de Hans Polman. Even kijken, we spelen de volgende wedstrijd aanstaande zaterdag. Thuis tegen, of uit thuis. Ik heb hem zelfs verkeerd gezet. Nou. We spelen in ieder geval uit. uit tegen Heracles. Datum klopt wel. Zaterdag 16e, 8:45. Dus ik heb alleen de logo's verwisseld, zag ik net. Daarom verwarde ik mijn eigen. We hebben, even kijken, 20, 22 goede antwoorden. Gaan ze weer opnoemen, dan gaan ze weer in het bakje. En dan gaan we weer twee mensen blij maken. Met de zonnebril en de APK, gesponsord door Polman op de Chance en MP Car Service. Ik begin met oplezen als er vragen zijn. Ik hoor ze graag. Theo Hubbes. Dan gaan we naar Harry Smit. Ronnie Langwaarden. H.
Hans van Hal. Sylvia van Limbeek. Dan hebben we Tommy de Bat. We hebben trouwens ook een mijlpaal bereikt. 1000 vind ik leuks. Ja, dat is heel wat. We zijn inmiddels al ruim over de 1000 heen. Dus groei maar door. Nicole Siena Linkels. Ik hoorde dat je editor zoekt. Heb je die al gevonden? Nee, ik heb nog geen editor gevonden. Ik ga er wel weer een nieuw berichtje over plaatsen. Goed dat je het zegt. Maar ik ben inderdaad nog op zoek naar een editor. Het concept kan ik nog niet helemaal verklappen. Maar ben je een editor? Stuur me even een privéberichtje. En dan kan ik je wat meer vertellen. Wilma Hendricks. Natuurlijk moet je als editor wel bekend zijn met de bekende programma's van Adobe. Adobe Premiere en Adobe After Effects. Johan Faber. Dan gaan we naar Mirjam Brander de Winkel. Martin Kugel. Hans Bisseling. Henk Doorland junior. Steven Daams. Flip Witjes. Michael van Heemskerken. Helene Michael Stinnesen. Nu gaan we naar de laatste vijf. Angelo Tolhuizen. Bert Hofstede. Wat ik al zei, Hans Polman. Het is niet de Hans Polman van Polman of the Chance, maar een andere Hans Polman. Dus die gaat gewoon in het bakje mee. Ronnie ten Katen. En de laatste, Ria van Beukering. We hebben nu alle 22 loodjes gehad. Ze zitten allemaal in het bakje. Ik hou de spanning er even in en ik ga nog een beetje reclame maken. Altijd op de hoogte blijven. Ga naar facebook.com/Nick van Baal. Dan kom je op de pagina van Vitesse Mijn Club uit. Dus we gaan lekker loten. Het eerste loodje is nu natuurlijk voor de zonnebril. De tweede is voor de gratis APK. De zonnebril. Ik heb twee loodjes, dus dat is oneerlijk. We gaan gewoon opnieuw. De zonnebril is gewonnen door Ronnie Lankwaarden. Ronnie Lankwaarden, gefeliciteerd met het winnen van de zonnebril. Graag even voor woensdag een berichtje. Woensdag is het de 13e. Oh jee. Gewoon even een berichtje doen, komt alles goed.
Gaan we verder voor de gratis APK. En die is gewonnen door Tommy de Bats. Tommy de Bats, gefeliciteerd met het winnen van deze gratis APK. Ook voor jou geldt even een berichtje voor woensdag de 13e. Mocht ik geen bericht ontvangen, dan ga ik met de overgebleven loodjes opnieuw loten. Verder is mij alleen nog te zeggen dat de nieuwe fan van de maand is ingegaan. Deze kan je bovenaan de pagina vinden. Die wordt mede mogelijk gemaakt door Belleroma Oosterbeek en Polman op de Chance. Dus ja, verder, ik heb zin in het weekend weer. Spelen uit, ik ga er naartoe. Dus ik ben benieuwd wat we gaan doen tegen Heracles. Ik neem aan als we zo spelen als de tweede helft tegen Feyenoord dat het goed moet komen. Nou, ik wens jullie een hele fijne week toe. En waarschijnlijk tot zondagavond. Doeg!